Sabrien, een lastige wedstrijd vandaag. Helaas met 7-1 verloren van Ajax. Maar toch heb je op je debuut een assist mogen afleveren. Hoe voelt dat? Ja, daar ben ik natuurlijk wel blij mee dat je team op die manier kon helpen. Maar dat maakt de teleurstelling van de 7-1 verliespartij natuurlijk niet minder. Ik ben blij met mijn debuut voor Excelsior. Ik ben blij met de mensen die weer mochten kijken. Maar goed, ja, het was een lastige wedstrijd. En ik denk dat we door moeten bouwen op de mindere punten en de goede punten vasthouden. En meenemen naar de volgende wedstrijd. Ja, want om even bij die goede punten te blijven. De tweede helft, je begint wat minder. Mm-hmm. Maar daarna herpakken jullie jezelf. Ja, we kregen iets meer grip. We konden iets beter druk zetten. Waardoor je ook zag dat we iets beter in de wedstrijd kwamen. Waardoor je ook wel weer op het einde nog kansjes afdwong. Dus dat was iets goeds. En ik denk als we dat iedere wedstrijd op kunnen brengen met het hele team. Dan denk ik dat er tegen andere teams best wel veel mogelijk is. En vandaag was Ajax een maatje te groot. Ja, en denk je dat volgende week dat ook wat mogelijk is tegen een PEC Zwolle? Absoluut, ja. Ik denk dat je PEC Zwolle zeker een tegenstander is waar je gewoon volle bak moet gaan. Met een mes tussen de tanden moet gaan, omdat je gewoon weet dat er iets te halen valt. En je moet niet genoeg nemen met minder. Oké, dankjewel.